Bacon en ontbijtspek. Ja. Ja, het zijn twee broertjes bijna van elkaar, ja. Oh, het zijn broertjes. Die ontbijtspek is dus zo een ding. Als we dit volgen, dan is het op een gegeven moment, zijn het plakjes bacon in een pakje. Bacon is hip. Ja? Ja, bacon is hip. Iedereen verkoopt dus ontbijtspek als bacon. En we hebben al gezien, ontbijtspek is een stuk goedkoper dan bacon. Dit is eigenlijk gebakken ontbijtspek. Dit is gebakken ontbijtspek. Klinkt dubieus, toch? Goedemorgen met Eamon. Dag Eamon, je spreekt met Daan. Ik heb een vraag, hi. Ik was dit weekend in de winkel en ik had namelijk bacon nodig. Ja. En ik stond voor het schap en ik had bacon in mijn hand. En toen zag ik daarnaast in één keer pancetta liggen. En dat zag er exact hetzelfde uit. Ja. En daarnaast lag weer ontbijtspek. Ja, en het zag er ook precies hetzelfde uit. Ja. Dus ik... Lijkt allemaal veel op elkaar. Ja. Voor ieder bekkie was er altijd al wel een spekkie. Maar er moest meer spektakel in het vleesschap. Zo is er hamburgerbacon en streakiebacon, baconflakes en bacon vuur en vlam. En dan is er nog gewoon ontbijtspek. Het ene kost een schijntje en de andere is weer schreeuwend duur. Vele namen, maar wat is het verschil? Ik heb een vraag over jullie bacon. Over onze bacon? Nee, bacon. 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 Bacon en ontbijtspek. Ja. Ja, het zijn twee broertjes bijna van elkaar, ja. Oh, het zijn broertjes? Ja. Ik heb wel eens het idee van, nou ja, je ziet zo weinig het verschil. Soms is het in de supermarkt naast elkaar ziet liggen tussen bacon, ontbijtspek, kaatspek, zeeuwspek. Ja. Ja. Nou ja. Maar als je daar het mooiste verschil wil zien en ook een stukje herkomst, dan moet je eigenlijk naar de ambachtelijke slager heen. Hallo. Okay. Hallo. 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 Kan ik je helpen? Heeft u bacon? Ja, zeker. Die heb ik hier. Ik heb hier bacon en hier heb ik bakbacon. Bacon en bakbacon. Ja. En dan daarnaast ook nog ontbijtspek. Ja. Ja, dat wordt wel vaak gemixt. Zeg maar. Gemixt. Dat mensen, nee, maar dat ze bacon bedoelen en dan ontbijtspek kopen of andersom. Kan ik het even hier naast elkaar zien? Zeker. Alle drie eigenlijk, want. Bakbacon is me dan ook wel weer een nieuwe term. Dit is bacon. Ja, dit is ontbijtspek. Nee, maar ik zeg nu dit is bacon, maar dit is bakbacon. Bakbacon, ja. Ja. Zie je, daar ontstaat verwarring al. Dan hebben we ook letterlijk gewoon echte professionele hamburgerbacon, mevrouw. Naturel, op beukenhout gerookt. Professionele hamburgerbacon? Ja, ik weet het. Het klinkt heel eigenaardig, maar het komt echt van de bacon specialist. Bak, bacon, ontbijtspek, bacon. Ja, dat klopt. Goed, nou. En nou wordt in principe de bacon van hetzelfde stuk gemaakt. Wat zegt u? De bacon wordt van hetzelfde deel gemaakt, van als de varken. Als de bakbacon? Ja. Maar we maken de bakbacon minder zout. Vleeswise is het hetzelfde? Ja. En dan, dit wordt van een ander deel gemaakt. Maar om het je allemaal een beetje duidelijk te maken, kan ik een varken voor je uitsnijden? Oh, je hebt een varken liggen? Ja. Kun je precies zien hoe het in het varken zit. Oké, nou, graag. Ja. Het grootste verschil, het merendeel komt van de buik van het varken, maar het verschil zit er meer in de bereiding. Ja, oké. De grootste varkensvleesverhandelaar van het land wil het ons best laten zien, hoe ze hun bacon fabriceren. Het gebeurt ver voor de tijd van het ontbijt. Hallo. Hey, goedemorgen. Eerste keer is Keuringsverwaarden. Dirk Hoorburg, Fion. Kom binnen. Zo, het is wel erg vroeg. Lekker vroeg, hè? Waarom moet dat? Ja, we zitten in de vershandel en dan is dat heel gebruikelijk in de branche. Terwijl heel Nederland aan het slapen is, wordt hier bacon uitgesneden. Onder andere bacon, ja.
hangen ze al. Ja, zeker. Wat is dat? Dit zijn middels. Middels? Middels. Het is het middelste deel van het geslachte varken. En die... En die komen uit onze slachterijen. En deze locatie waar we vandaag zijn, hier in Scherpenzeel, daar verwerken we heel specifiek het middelste deel van het varken, waar bacon in zit. Als we dit volgen, dan is het op een gegeven moment zijn het plakjes bacon in een pakje. Als we dit volgen, dan is het uiteindelijk bacon, inderdaad. Oh, leuk. Ik vraag me af waar dit varken ons naartoe neemt. Kom maar verder, hoor. Ja, dankjewel. Kijk. Dit is een heel varken. Of nou, een half varken. Varken. Ja. Half varken. Half varken. Ja. Nou, waar zit de bacon? De bacon zit van de eerste wervel tot aan de vierde rib. En ontbijtspek? Dat is dit. Oh, dit deel. Dus in de winkel lijkt het nog wel enigszins op elkaar. Ja. Maar in het beest niet? Nee. Nee. Betaal ik voor bacon meer of minder? Eerst even kijken. Bacon is bij ons 23,50 per kilo. Ontbijtspek is 17,90 per kilo. Oh, dat scheelt dan wel. Dus dat scheelt wel, ja. Ik ga nu de buik van de rib, dit noemen wij de rib, afzagen. Nu snij ik de ham van het varken af. Zo. Wauw. Dit is een ham. Dan, dit noemen ze de middel. Het is de buik en de het middel. Rugfilet in elkaar. Ja, wij zeggen altijd de middel. Dat is ook gek. Ja. Nou ja. Ja. Komt wel goed. Oh jee. Sorry. Wat, dit is... Dit is bacon. Dat is de bacon, ja. En wat dan? Dat is de rugdeel, dat is de bek van het varken. Hier ook. Rugdeel. En daar maken we de bacon van. Bacon okay. is een vleesproduct dat we maken van het rugdeel van een varken. Oké, okay, dat moet van de rug. Ja. Van dit deel, wat is het meest waardevol? Dat is dan de bacon. De bacon? Dat is dit deel, ja. Oké, okay, dat is het meest waardevol. Ja. Dit is een heel mooi luxe deel. Het is een rugdeel. Wij eten dat in Nederland heel vaak vers. Als carbonade, hier snijden wij de carbonades van in Nederland. Oh, dit is, als het vers is, is het een carbonade? Ja. En als het is behandeld op een bepaalde manier, dan wordt het bacon? Als wij het hebben gezouten, dan wordt het bacon en dan eet je het anders. Dit is hem dan? Dit is hem? Ja. Dit is dus bacon en dat komt van de rug? Klopt. En nu ga je dus... De buik uitbenen. Dit wordt ontbijtspek. Ja, zeker. Kijk, borstbeen zat hier. Mensen denken vaak dat het hetzelfde is, maar dat is dus niet zo. Nee. Kijk, nu de bot eruit en het voet, ja. Is hier ook meteen een stuk breder. Ja. Kijk, en die ontbijtspek. Ah. Kijk, is dus zo een ding. Ja, verdomd zeg. Nou, dit heb ik nou nog nooit zo me gerealiseerd. Ja, en zo zien speklapjes er ook uit. Dit is dus ontbijtspek. Ja. En dat komt van de buik. Ja. En dit is bacon. En dat komt van de rug. Klopt. Wat doe je hier, dan nog mee? Nou, die wordt gerookt, maar ik mag hier niet roken. Dus ik laat het roken door John de Rode. De tijd dat er overal gerookt kon worden is voorbij. Bij John mag het nog wel. In zijn rokershok brandt hij zijn vingers aan het bereiden van bacon. Hallo. Hallo. Hallo Frank. John de Rode. Keuringsdienst van Waarde. Nou, aangedaan. U weet alles van bacon? Ja, dat klopt. Oh, wow. Halleluja. Doe maar dicht. Het is een beetje zoals vroeger bij het kampvuur als je niet helemaal goed aan was. Toch? Ja. Jezus, zoek wel eens even de deuren open. Ja, dit gaat niet goed, man. Maar hoeveel varkens zie ik nou? Hier hangen ongeveer zo'n... Er zijn inmiddels van ongeveer zo'n 15.000 varkens. 15.000 varkens? Ongeveer. Elke dag? Nou, nee joh. Ja. Wie eet er zoveel bacon?
De Engelsen. De Engelsen? De Engelsen eten heel veel bacon. Gaat dit allemaal naar Engeland? De bacon die we hier produceren gaat voor, ja, voor het vrijwel volledig gaat naar Engeland. Ja. Hè? Komen de messen aan. Hoeveel procent van jullie bacon gaat naar Engeland? Wat we hier produceren gaat vrijwel allemaal naar Engeland. Alles gewoon? Ja, wordt allemaal door de Engelsen opgegeten. Wat eten wij hier dan? Wij eten vooral de buikdelen. En daar maken we dan spek van, gerookt spek. Maar ik zie in de winkel toch heel vaak gewoon bacon liggen. Hoe komen we daar dan aan? Nou, ik denk dat het een beetje de verwarring is met de term. Als een Engelsman over bacon spreekt, dan heeft hij het over rugbacon, zoals we dat hier maken. Maar bacon is ook een soort algemene term voor spek. Dutch bacon goes to England. So we sell our bacon? Yep. Yeah, Dutch bacon is very popular in England. So what do we, what kind of bacon do we eat here then? Or the rest. Very thin, isn't it? It's a different cut entirely. De Engelsen aten bacon, de Nederlanders spek. Zo was het ooit bedoeld. Maar de vleesfabrikanten vonden het saai. Op eigen wijze weten ze daarom toch van spek bacon te bakken. Goedemorgen. Goedemorgen. Maarten Remmers, Keuringsdienst van Waarde. Frans Zegwits, Hendrik van het Beeld Vleeswaren. U maakt bacon. Wij maken bacon. En we gaan je laten zien hoe we dat doen. Ja, lekker. Maar je bent wel een baconliefhebber ook. Ik ben een baconliefhebber. Ik ben een boegonder wat het eten betreft. Er wordt vandaag een hoop bacon gemaakt. Wij maken de hele week een hoop bacon. Ja? Ja, het gaat veel harder, het groeit veel harder dan dat we verwacht hadden. Ja, bacon is hip. Bacon is hip. Ja? Ja, bacon is hip. Heeft u ook een beetje verstand van bacon? Ja, ik heb ook bij fabrieken gewerkt waar het spul gemaakt wordt. Oké, want ik vroeg me af, wat is dan het verschil tussen bacon en spek? En ontbijtspek bijvoorbeeld? Nou, officieel, de bacon wordt echt uit de rug gemaakt. Maar dat varieert dus ook weer heel erg. Nou ja, heel veel producenten doen hun best om mensen op het verkeerde been te zetten. Ja, ja. Daar gaat het heel vaak over. Maar waarom is dat dan in dit geval? Nou, dan kun je een speklapje verkopen voor de prijs van een bacon. Nou, het ziet er goed uit. Maar kijk, ik heb dus ook allemaal bacon meegenomen. Ja. Misschien dat we die eventjes kunnen bekijken. Want in de supermarkt kun je heel veel soorten bacon kopen, hè? Ja. En soms noemen ze het ook ontbijtspek en soms noemen ze het bacon. En ik snap gewoon niet meer helemaal wat nou wat is. Kijk, want dit is bijvoorbeeld bacon, maar die ziet er alweer heel anders uit dan jouw bacon. Ja. Even kijken hoor. En dan, ja, dit is misschien wel een beetje jouw bacon, of niet? Mag het openmaken hoor. Nee, ook niet. Nee? Nee. En dit? Oh. Nee, het is allemaal van buikstukjes. Is dit allemaal van buikstukjes? Ja. Nee. Dit is al gegaard, zie ik. Mm-hmm. Ja, dit is echt al gebakken. En dit lijkt meer op zeespek. Dit lijkt meer op zeespek? Ja, ja. Maar er staat op bacon. Ja, er staat op bacon. Het is gekaramaliseerd, ja, vandaar het donkere. Maar... Met Christine. Hi, je spreekt met Daan. Ik heb een vraag over de Steegman vuur en vlam langzaam geroosterd gekarameliseerde bacon. Maar die heb je ook, en die zijn dan precies hetzelfde, alleen dan niet langzaam geroosterd en gekarameliseerd. Maar dan heet het ontbijtspek. Ook van Steegman. Ook van Steegman. Als je ze erbij pakt en je legt ze naast elkaar, dan zijn ze echt identiek. Ja, dat is een hele goede vraag om dat nu onder woorden te brengen. Want ja, dat durf ik ook zo niet te zeggen. Hier, topconcurrent Steegman, is gekarameliseerde bacon. Jo. Is ook weer van een buik. Ook weer van een buik. Ja. Geen één van deze bacons of bacons komen van de rug. Nee. Waar ze dus wel vandaan moeten komen, volgens jou. Dat doet er niet. Ja. 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 Zo hebben we het in Nederland afgesproken. Ja. Bij de opleiding. Dus
wel mooi om te zien, want wat je hier ziet, dat zijn de buiken waar wij streaky bacon van maken. Daarnaast is het zo dat wat we hier ook hebben, dat zijn wat we noemen de ribben. En die ribben die kennen wij in Nederland als bacon. Wat we in, bij de retail gewoon in het schap zien liggen. Wacht even. Je hebt bacon en je hebt bacon. Je hebt bacon en je hebt bacon. En dit is? Dit is wat wij in Nederland gewoon bacon noemen. Van de buiken maken we streaky bacon, want dat zijn van die smalle reepjes. En dit hier maken we bacon van, dat wordt nog een keer... Maar u zegt, er zijn twee soorten bacon. Dus alleen om duidelijk te maken dat bacon in er heel veel verschillende varianten aanwezig is. Ja, er is niet één soort bacon. Er is niet één soort bacon waarvan je kunt zeggen, bacon is altijd dat. Nee. Ik dacht, ja, dat zal zo simpel zijn, maar... Niets is simpel in deze wereld. Nee? Goedemiddag, Zegeman. Spreek met Ben Schutte. Dag, jij spreekt met Daan Nieper van de Keuringsdienst van Waarde. Hallo. Hi. Ik vroeg me af of jij al meer kan vertellen over de Stegemans vuurvlam langzaam geroosterd. Nee, op dit moment niet. Ik ben ermee bezig. Okay. En zodra ik definitieve informatie voor je heb, kom ik er bij jullie op terug. Oké. Okay. Nu kom ik met iets geks. Hier staat streaky bacon. Nou, gebruiksklaar heerlijk voor brood in de salade of uit het vuistje. Nou, fijn dat ze het erbij vertellen. En dan staat erbij bros gebakken ontbijtspek. Ja, nu staat er bacon en ontbijtspek op één verpakking. Dat is heel raar. Waar zijn we nu mee bezig, meneer Van der Gracht? We gaan eerst kijken wat erin zit. Ja. Mag ik een stapje proeven? Ja hoor, €25 de kilo. Is dit het gezicht van iemand die het lekker vindt? Nee, het is taai. Ja. Maar wat is het? Het is ontbijtspek. Dus het is deze. Ja, maar waarom staat hij dan op streaky bacon? Omdat het hip klinkt, denk ik. Ik weet niet. Maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe de wettelijke bepalingen zijn voor bacon. Dat begin ik me dus nu ook af te vragen. Bacon, is dat een beschermde naam? Nee. Niet? Nee. Maar het is toch iets specifieks? Waarom is dat dan niet beschermd? Nou, kijk... Het gaat er bij de meeste vleeswaren om, dat zijn de gebruikelijke benamingen. Dus dat is wat verwacht de consument dat bacon is. Nou, en daarom moet bacon ook wel bacon zijn, maar het is niet wettelijk beschermd. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit of het echt bacon is. Als de klant maar denkt dat het bacon is, dan mag het zo heten. Nou, het is dus gewoon de gebruikelijke benaming voor bacon is een product dat bacon is. En dus dat moet het zijn. Wacht even. Hier staat op de achterkant... ontbijtspek. Ja. Ja. En op de voorkant bacon. Dat is heel apart. Ja, dat is wel heel gek, ja. Ja. Wacht maar, hier staat het ook op. Bros gebakken ontbijtspek en dan streaky bacon. Ja, ik had het nog niet eens gezien. Dus ze gebruiken het gewoon lekker door elkaar, ja. Nou ja. Hier wordt het dus gesneden. En dit zijn plakjes? Ontbijtspek. Ontbijtspek. Nu is het nog ontbijtspek. Dit is nog ontbijtspek. Maar, wat gebeurt er zo meteen niet mee? Dan komt het hier op de band te liggen. En dan loopt het door de oven heen. Ja. En dan hebben we het aan de andere kant van de oven is het uitgebakken. En dan noemen we het streaky bacon. Dus het gaat hier erin als ontbijtspek? Ja, en het komt daar eruit als streaky bacon. Iedereen verkoopt dus ontbijtspek als bacon. En we hebben al gezien, ontbijtspek is een stuk goedkoper dan bacon. Ja. Ook bij jou in de winkel. Nou, weet je, het zou ermee te maken kunnen hebben dat klanten... dat het voor klanten niet uitmaakt wat ze bakken, als het maar zout is en gerookt is. Ja, maar als het niet uitmaakt, kan je net zo goed ontbijtspek noemen. Ja, maar bacon heeft wel een veel hippere naam. Waardoor je er gewoon zomaar... Ja, ontbijtspek voor kunt gebruiken. En 10 euro per kilo meer voor kan vragen. Denk het. Terwijl het toch ontbijtspek is. Ja. Maar even ter verdediging van vuur en vlam van Stegeman. Dit is wel langzaam geroosterd. Ja, het zal. Ik was er niet bij. Met Frank. Hallo, met S. en Kieris van de Keuringsdienst van Waarde. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ik had een vraag over de Stegeman vuur en vlam langzaam geroosterd gekarameliseerde bacon. Ik heb begrepen dat jij er het meest over weet.
Ja. Ik weet er een en ander over, net zoals andere collega's. Oké, want ik probeer te begrijpen waar ontbijtspek overgaat in bacon. Hallo? En of dat hetzelfde is. Hallo? Hallo, ik ben er nog. Ja. Kijk. Ja, en nou zie je wat eruit komt. Dat is nou strikkie bacon. Dit is strikkie bacon. Hier hebben we het allemaal voor gedaan. Hier hebben we het voor gedaan. Maar kijk, dus dit hier. Dit is eigenlijk dus gebakken ontbijtspek. Dit is gebakken ontbijtspek. Daar komt het gewoon. Zo kan je het ook noemen. Zo kan je het ook. Kijk, ik begrijp dat ook niet helemaal, want je hebt ontbijtspek, nou, dat kent iedereen. Ja. Als je dat uitbakt, nou, dan krijg je dit. Ook zoiets. Ja. Dus waarom heet het niet gewoon gebakken ontbijtspek? Ik zou het je niet kunnen zeggen. De consument kent het onder de naam strikkie bacon en niet onder uitgebakken ontbijtspek. Maar is het niet omdat bacon is... Het heeft een beetje een Engelse naam en daarmee mogelijkerwijs wat aantrekkelijker... dan dat we roepen, is een oer-Hollands product, is gewoon uitgebakken spek. Ik vind het typisch dat hier hamburgerbacon staat... en als je dan op de achterkant kleine lettertjes gerookt ontbijtspek staat... ja, dat vind ik... Dat klinkt dubieus, toch? Ja. Ja. Want waarom vind je het dubieus? Waarom zou je dan, als je gaat uitleggen wat er op de voorkant staat... en dan noem je het ontbijtspek? Schrijf dan gewoon ontbijtspek op de voorkant. Dan is het veel duidelijker. Ja. Dan is het. Maar kijk, als hier ontbijtspek op staat... en hier staat ook ontbijtspek op... dan misschien is men dan niet bereid om er per kilo 12 euro meer voor te betalen. Ik denk dat dat zeker meespeelt. Ja. Ja. Is het niet gewoon een slimme truc om zeg maar, goedkoper buikspek voor meer geld in de markt te zetten? Nee, dat is het niet. Ik zeg wel van het is bacon, strikkie bacon heeft natuurlijk de naam. Hè, daar waar we in de sandwich kijken naar een bacon egg en een BLT van bacon, lettuce, tomato. Maar het is niet zo dat wij proberen... om met dit product, om het bacon te noemen, dan een hogere prijs voor te krijgen. Het is geen sneaky bacon. Het is streaky bacon en geen sneaky bacon. U zegt dat het voor iedereen duidelijk is dat dit iets anders is als gewone normale bacon. Ja. Maar denkt u echt dat mensen weten wat het is? Ik geloof niet dat mensen het niet zouden kopen als ze niet weten wat het is. Ik denk dat mensen het lekker vinden en denken het is een makkelijk product. Maar dan weten ze toch ook wat het is? Nee, maar ik weet niet of ze weten zeg maar, dat het van een heel ander deel van het park komt. De vraag is of mensen daar echt geïnteresseerd zijn in van welk deel van het park het komt. Daar vraagt niemand naar. Daar vraagt niemand naar. Als het maar bacon heeft. Als wij het dat belangrijk vonden, hadden we hier ergens een park op gezet. Met een pijltje waar van welk deel van het park het komt. Ja. Mensen kopen het omdat ze het lekker vinden. Ja, maar ze kopen het ook omdat ze denken... bacon, dat is iets van nu. Dat is beter dan ontbijtspek. Staat erop. Ze kunnen allemaal lezen. Ja. Once again. Once again.